Nou. Hallo. Thijs die staat hier te gooien in de polder met een trekker. Die haakt een leuk visje. Thijs vroeg aan mij van Ropen, laat jij eens even zien hoe dat de kielgreep waren. Dus dat wil ik even laten zien. Eerst moet je altijd even kijken, is die vis al echt uitgedrild? Nou, hij ligt nu voor je voet, hij ligt mooi op zijn flank. Dus die zal een end zijn. Maar ja, dit kan altijd gebeuren natuurlijk, dus dan moet je even wachten. Altijd voorzichtig zijn voordat je zomaar je hand erin in de kiel stopt. Altijd even checken, is die wel uitgedrild? Desnoods geef je hem even een tikje op zijn kop. En dan kijken of dat hij klaar is. Maar even op moet passen. Dus waar zit die drecht? Die zit hier nu mooi aan de zijkant, maar voor hetzelfde geld zit hij onder zijn kin. En dan moet je oppassen aan welke kant kan ik die vis pakken. Je gaat voorzichtig. Nogmaals voorzichtig. Met je vingers probeer je bij die kiel hier naar binnen te gaan. Daar zitten geen tandjes. Je doet je duim er bovenop. Je klemt als het ware die vis tussen je wijsvingers. Die zit aan de binnenkant. En je duim aan de buitenkant. En dan kun je die vis zo het water uithalen. Terwijl je hem in de kielgreep hebt, kun je ondertussen mooi het visje omhaken. Dat is zo gebeurd. Desnoods even poseren voor een fotootje. Nou, het lijkt net alsof ik hem heb gevangen, maar Thijs die heeft de eer natuurlijk, dus die moet er even bij. Yeah. En dan kun je hem meteen weer aantrekken. Dus nogmaals, als je een beetje dichterbij komt, zo kun je het goed zien. Hier, als je naar binnen kijkt, zie je de kielbogen. Daarvoor, hier vooraan, zitten geen tandjes. Daar kan je mooi bij in. Niet met één vingertje lullig, want dan heb je niet genoeg grip. Even al je vingertjes ertussen en je duim goed stevig vasthouden. Als dat lukt, dan heb je de kielgreep onder de knie. Maar nogmaals, altijd voorzichtig zijn voordat je hem toepast. Want of je haakt de tanden van de vis, of je komt in je eigen kunstaas. Daar moet je mee oppassen. Hup. En zo heeft het visje het minste schade ervan. Nou, dat was even een korte uitleg over de kielgreep. Goed zo. Nou.